Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Daar is er weer een nieuwe aflevering van Voetbaltijd. Vanuit het Van der Valk Hotel in Enschede met vandaag in de line-up... Jan van Sta. Dankjewel, Eddy. René Wagelaar. En voor deze speciale gelegenheid Frank Ulderink. Goedemiddag. Frank, jij bent natuurlijk de eigenaar van de Twentse voetbalschool. Heel lang mooie dingen gedaan voor jeugdige talenten. En je gaat samenwerken met FC Twente. Vertel. Ja, dat klopt. Lang gezocht naar de samenwerking. Maar dit jaar gaan wij de hotspotstrainingen op FC Twente in de regio doen. Dat is op 3 locaties. Bij de Zweef, de S... En bij Bomboys in Haaksbergen. Voor de leken onder ons, wat zijn hotspots? Ja, hotspots zijn eigenlijk de warme plekken, hè, zoals ja. men dat noemt. Ja. De instroom voor de allerjongste jeugd in de regio, zeg maar. Ja. Die laten ze bewust bij de clubs trainen nu. Oké. En dan heb je het over welke leeftijd? 8-jarigen. Ja, ja, ja. Onder 9 eigenlijk dus. Die laten ze dus inderdaad op een paar locaties trainen. De beste spelers brengen ze daar bij elkaar. Daar gaan ze een jaar mee trainen eigenlijk. Wij verzorgen die training vanuit FC Twente. En daar is wat weer verder gescoot na het jaar erop, wanneer ze echt richting trainingscentrum gaan. Nog niet naar de elftallen bij Twente, maar op hun trainingscentrum verder trainen eigenlijk. Ja, wel in hun eigen omgeving blijven, ja. Lekker geborgen. Is dat een goede manier uiteindelijk, René, om met talentjes om te gaan? Gewoon in hun eigen omgeving, op een paar plekken, de boel gaan trainen? Ja, als jij een 8-jarige een beetje kan zien wie al goed is en motoriek en alles, en je kan dat al... zeg maar ontdekken, dan denk ik dat het wel goed is als ze een goede training krijgen, een goede leerschool. Vroeger was het, ik was 13, mocht ik pas op voetbal. Ja. Dus dan moet je kijken wat voor een verschil. Er zit 5 jaar tussen. Kon ook aan jouw gebrek aan talent liggen natuurlijk. Wat zei je? Kon ook aan jouw gebrek aan talent liggen. Ja, dat zou kunnen, zijn, maar ik was eerst bij judo. Dus, Oké. Andere prioriteit dan anders. Ja, nee, maar het is wel een heel verschil. Als je dat ziet, 5 jaar verschil kun je heel wat in doen. En je ziet nog wel steeds aan de opleiding. Als je echt BVO-opleiding hebt gehad en je bent 20 of je hebt het niet gehad, moet je eens kijken wat voor verschil dat is met een speler. Mm-hmm. Hoe oud was jij, Jan, toen jij werd ontdekt, zeg maar, als voetballertje? Toen mocht ik pas met 10 spelen. Maar dan wel gelijk in de opleiding bij een betaalde club ook. Dus een beetje vergelijkbaar met nu bij Twente. Zeg maar 10 jaar. In jouw geval FC Utrecht? DOS. Ja, voorloper. DOS, hè? Ja, voorloper. Ja. Maar het wordt wel steeds gekker, vind ik, met jong qua leeftijd. Ja. Ik hoorde laatst ook in een andere voetbalschool in de buurt. Ik kwam een zwangere vrouw tegen en die vroegen ze of ze die speler mochten begeleiden. Ja. Dus het gaat wel steeds. Ja, we wisten nog niet eens wat wet. Ik bedoel, wel erg jong. Ja, ja, ja. Dat zijn veranderen. In het embryonale stadium al gaan scouten. Ja, dat hoor je, dat soort gekke verhalen. Maar wel leuk, Frank, man. Dit is ja, wel, nee, zeker. En ben je druk mee? Ja, het is ook nog een beetje natuurlijk. Twente zit ook nog een beetje met het probleem dat hij ook heel veel profclubs scouten. Ook Ajax, veel in de regio lopen. Want dat wil je eigenlijk tackelen een beetje? Jazeker, bij onder 8 kijken, onder 9. Oh, jeetje. Jij ziet die scouts al in die regio's langs de kant staan? Ja, ik hoor ze dat ze hier wel lopen, ja, inderdaad. Oh. En dat je natuurlijk ook ziet dat er 2 jongens allemaal naar PSV zijn gegaan uit deze regio in de leeftijd van 10, 11 jaar. Ja. Zijn die al weg? Die zijn al naar PSV. Familie mee? Nee, ja, bij één wel, bij de ander niet. Ja. Moet ik zeggen? Zo'n jongen in de krant stond ook laatst, een donker jongetje, heel groot talent, het Enschede of zo. Uit Losser is één gezin naar PSV vertrokken. Ja. Moest klopt. Een hele goeie zijn. Ja, nou ja, ik zeg, dat zal ook zeker zo zijn. Maar oké, als je daar goed aan doet, dat is een andere vraag. Maar dat wil je tackelen, hè? Dat je wilt die talenten er niet bij FC Twente laten evolueren. Ik moet zeggen dat Twente er echt reëel in staat, weet je. Ja. En ook zegt van, wil geen druk bij die kinderen leggen, trainen ook nog niet in Twente kleding. Trainers van ons trainen ook niet in FC Twente kleding. Dus en dat doet Twente denk ik heel goed, eigenlijk. Ja. Maar kijk, andere clubs zitten er wel aan te trekken. Dus ook Twente moet al iets met deze kinderen doen. Anders dan... Moet je ze dan een worst voorhouden op de een of andere manier? Nou, dat nooit, denk ik. Hè. Nee. Dat is denk het slechtste wat je kunt doen. En doe je dat met trainers van Twente of eigen? De eigen trainer van de Twente voetbalschool. Die trainen die kinderen, zeg maar. Ja. Wel goed in overleg met de oefenstof en alle dingetjes. Jan, als je dan hoort dat hier al scouts in dit geval in de regio Twente van PSV, Ajax, naar 8-jarige, 9-jarige jongetjes staan te kijken. Is dat kosher of zeg jij dat is logisch, want die mensen die zijn er ook op uit om de grootste talenten uit het hele land weg te kapen? Ja, maar dat is een beetje je lot. En die hele grote clubs, die scouten gewoon alles af. En dat is natuurlijk net een magneet, hè? Dat succes trekt aan. Ja. Aan de andere kant moet je kijken als ouders, van is het wel verstandig, hè? Je moet er klaar voor zijn. Maar sommige gezinnen gaan al helemaal mee. Ja. Dus alle voorwaarden die ze bij een grote club zeg maar, kunnen scheppen, ook financieel gezien, want dat werkt dan vaak zo. Voor het kind is het vaak wat minder interessant, omdat het is gewoon een hele lange weg om het eerste te gaan halen. En als je kijkt bij PSV, en er komen er nu een aantal toptalenten door.
De bekende namen, die komen wel door. Maar je hebt nou eenmaal een rol. Maar kijk, vroeger was Twente natuurlijk... je had het alleen recht in onze regio. Ja, natuurlijk. Het was top. Alles bij elftallen waren gewoon top. Trainingen, trainers, accommodatie. Ja, je hebt gewoon te maken met de concurrentiestrijd tegenwoordig. De jongens van Van Duiven. Want ja, Van Duiven uit Almelo. Ja, die gingen naar PSV. Ja, het is toptalent, hè. Het wordt allemaal met familie geregeld. Kwispel hebben ze vorig jaar opgehaald, die jongen. Onder 14, speelt nu in onder 15 PSV. Daar. Maar we zijn blij dat we zoveel talent in het oosten hebben. Alleen je moet daar heel zuinig mee omgaan. Ja. En je moet er bovenop zitten om, ze ook te bieden. Ja. Om ze te bieden dat in ieder geval voetbaltechnisch hun eigen school kunnen. Dat ze in de eigen omgeving kunnen blijven. Ja. Nou, dat zal zo meteen aan de orde zijn. Maar goed, daar zal Frank wel wat over kunnen uiteindelijk zeggen. Uiteindelijk willen al die jongetjes natuurlijk het eerste van FC Twente of Ajax of welke club dan ook halen. Over Twente gesproken. Ja, we moeten het bruggetje even maken, geforceerd. Maar hoe dan ook. jij kijkt natuurlijk ook de wedstrijden van Twente, neem ik aan. Frank, goed begin van de competitie, lekker voetbal, leuk, Holladier, alleen nu gaat het iets minder, Sparta 2 in verloren. De kans zit er natuurlijk wel een keer in, hè, dat je ook wat wisselvalligheid in je team krijgt. Dus ik sta niet zo raar te kijken dat ze nu even een mindere fase hebben. Nee, logisch zeg jij. Ja, lijkt mij wel. Omdat je heel veel verschillende spelers, jonge spelers precies, hebt. Precies, inderdaad, klopt. Ja. Het elftal nog niet echt helemaal ingespeeld is eigenlijk, hè. Dat zie je wel. Train ook nog wel een beetje aan het zoeken is geweest nu. Hè? Van Brahma weer terug en andere spits erin. Je ziet nog wel dat ze aan het zoeken zijn. Ja. René, Brahma speelde niet op 6, want daar stond Busquets. Maar op 8 eigenlijk diep gaan. En hij speelde een hele aardige wedstrijd, mogen we zeggen. Een van de weinige dynamische spelers. Verrassende zet om hem daar neer te zetten. Ja, je kunt bijna met Brahma natuurlijk alleen maar op 6 spelen. Dan zien ze zijn kracht. Ja. Maar in dit geval viel het me wel mee. Ik kwam een paar keer gevaarlijk voor de goal uit zelfs. Had moeten scoren, die met links schiet. Bal vast. Ja, dat altijd. Ja. Controleur natuurlijk. Maar ik vond Drommel eigenlijk de beste man aan Twente kant. Die heeft ze gered. Na 3 minuten moet Sparta al op 1-0 komen. Ja. Weer de beste man. Hè? Ja. Hij heeft ze 3 keer gered, de eerste helft. Dus, maar de tweede helft was wel voor Twente, moet ik zeggen. Alleen iedere keer over de VAR, daar moeten ze een keer op houden, man. Met VAR en met een penalty. Dat en ze met het tegen zouden hebben gehad. Ja, dat is door elkaar genomen, denk ik dat het wel gelijk is. Het is de reflex heeft van de supporter, de emotie. Ja, maar ook de rode kaart, dat is wel een rode kaart, man. Dat is wel een rode kaart, daar kun je wel... Kunnen wij nog natuurlijk, op afleggen? Ja, dat zie je toch met de elleboog, dat zie je toch wel. Maar wat Frank al heel goed zegt, wat ik wel normaal vind, is dat ze nou even een dip krijgen. Of hebben. En het is heel erg jong alles. Alleen van achteruit maak ik me wel zorgen. Ja. Dat zou ik echt nu een keer het centrale duo, dat is me te traag. Dat zie je ook weer bij die goal. Dan komen ze toch Divisoglu helemaal niet meer bij in de buurt. En dan met bal, dat valt me wel wat tegen. Dat is ook, Had jij verwacht dat er daar een wijziging zou zijn opgetreden, Jan, in het centrum? Omdat daar de laatste weken natuurlijk al wat discussie over is. Nou ja, goed, als we heel eerlijk zijn, dan zeg je van nou, als je die wedstrijden, de laatste wedstrijden gaat bekijken, dan hadden ze van Heracles, hadden ze normaal gesproken ook ruim kunnen winnen. Feyenoord uit is dan een heel ander kaliber. Ja. En dat was ook een actie van Feyenoord zo'n dag. Ja. Je hebt het gezien weer het weekend. Ja, er zat er een ander Feyenoord. Dus dat kan het een keer gebeuren. Bij Sparta uit gaat het er gelijk op. De eerste helft voor Sparta, tweede helft voor Twente. Dat kan ook alle kanten op gaan. Dat kan gelijk worden. Je kan er zelfs daar ook nog wel een keer winnen. Het leek ook gelijk te worden. Ja, nou daarom. Dus hun maken natuurlijk een fantastische tweede goal. En de manier van ingrijpen is dan vervelend. Alleen, kijk bij Twente, 3 wedstrijden geleden. Toen praat iedereen nog op vrijdag. Als we vandaag winnen, dan staan we bovenaan. Nou, dat is flauwekul. Je moet gewoon proberen niet in de problemen te komen. Ja. En gewoon met dit elftal hebben ze een goede middenmoot. Dat zou geweldig zijn. Niet te snel halleluja roepen. Nou, dat hebben wij niet gedaan. Nee. Maar dat is heel snel. Dat is logisch. Als je veel gaat winnen, gaat iedereen. Je omgeving verandert gewoon. En dan zie je die spelers veranderen. Je ziet de club veranderen. In één keer gaan we ons beter denken als dat we zijn. Ja. Maar het is gewoon een hele aardige ploeg als iedereen functioneert. Doet wat hij wil. De agressie ontbreekt een beetje. Dat zegt de trainer ook. Wat ze tegen Utrecht thuis hadden. Ja. Absoluut. Dat was een goede pot. Ja, dat was niet heel goed. Hoe moet een trainer, want daar zal hij op hameren tijdens de trainingen, hè, daar ken ik hem goed genoeg voor. Dus het is een goede trainer, houdt ook van mooi voetbal. Maar hoe moet hij dat erin slijpen, Frank? Jij bent ook trainer geweest onder meer van Drinelo. Ja, zeker. Het was een heel ander niveau. Hè, met heel andere voorwaarden op de universiteit. Oké, dat blijft natuurlijk altijd. Je moet je ploeg scherp zien te krijgen, weet je. En net wat jullie aangeven, de laatste linie is zeker niet scherp. Of bij Twente zie je blokken van ballen, hè? Hoe er geblokt wordt. Ja. Als je in Italië ziet of in de, precies. Er wordt niet met de rug naar de bal toegedraaid. Moet je dan compacter gaan spelen ook, om de linies dichter op elkaar te houden? Ik denk dat niet echt het probleem was, weet je. Het is ook meer van de type verdedigers wat je hebt, hè? Ja. Het soort verdedigers wat je hebt. Ja. Die goal, killers of niet, weet je. Met die 2-1 ook dan. Niemand die even 2 meter die stap maakt. Slij staat erachter te kijken. Neemt hij de bal en laat hij hem nog een keer stuiten en dan met links schieten. En bij je staat, die staat ook af te wachten.
Ja, nee, dat zijn de dingen die beter moeten. Maar die agressie die zal moeten toenemen in de ploeg. Even een of-of vraag, Jan. Berggreen of Fucsic? Nou, ik denk dat je met Fucsic wat makkelijker aan het voetballen kon. Dat is maar goed, zijn beste positie was altijd op het middenveld. Alleen doordat hij in de spits heeft gespeeld, was hij een aanspeelpunt. Was en hij tamelijk succesvol. Heel succesvol. Ja. En het is in één keer, nu komt er iemand fit erbij en dan gaan we wisselen. En ik begrijp dat als trainer natuurlijk wel, hè, want je hebt nu meerdere keuzes. Dus die trainer moet elke keer weer kijken van wat is nou het beste team om het resultaat te halen. Ja, en die concurrentie is groot voor een aantal plaatsen. Maar het gaat uiteindelijk om het winnen en om het scoren. Nou, Fucsic nu weer op de bank. Ja, nou, komt hij er dan weer in? Komt hij er niet in? Hoe gaat hij daarmee om? Misschien op middenveld. Ja, toch weer als middenvelder erbij. Wie gaan we dan weer vervangen? Want je kan er geen 14 op stellen. Ik heb wel de indruk dat hij erg vasthoudt aan Espinosa. Garcia bedoel ik dan. Ja. Espinosa is een beetje een type zoals hij vroeger ook had. Ja, agressie niet zo, maar wel een mooie voetballer. Talent voor een mooie voetballer. Maar dus ding is weer kwijt, Plikkenswelo natuurlijk. Voor één wedstrijd in ieder geval. Ja, één. Ik denk nog meer. En dat hij wel, vier worden we net. Vier wedstrijden. Nou, dan moet je hopen dat Verhaag fit is. Nou, 3-4 wordt het dan. Oh. Ja, dan moet Verhaag fit zijn. Ja, dan kan hij spelen. Ja. Genoeg over Twente. Heracles, bijna stoïcijns winnen van Emmen. En gewoon weer richting het linker rijtje, Frank. Dat verbaast jou bijna niet meer, neem ik aan. Nou, rust in de tent, denk ik. Hè? Ja. Ik denk een trainer die echt wel weet wat hij wil. Ja, rustig blijft. Ja. Goede spelopvatting altijd heeft. En dat je niet in paniek raakt. En natuurlijk ook belangrijk dat het omgekeerd maar op het juiste moment komt. Ja. Begin was matig. Ja, precies. Nou ja, dat doet ze denk ik heel goed daar. Ja. En die Dessers, die blijft scoren. Die Heracles, hoe komt hij weer naar die nummer 6? Dat is een goede man met die Griekse lange naam. Die komt uit Duitsland, uit de vierde liga. Ja, maar ze zitten natuurlijk via Wormhoed natuurlijk veel in Duitsland, weet je. Alfred Nijhuis zit er natuurlijk. Hij is wel weer een goede speler. Je weet de ervaring ook. Kijk, dat is het niveau in Duitsland, in de Bundesliga. Weet je, dat is zeker vergelijkbaar met wat Heracles speelt. Hè? Ja, zeker. Dus, Het is wel weer een goede. Ik bedoel, en ze hadden Jakubiak al, was ook een succes. Ja, heel veel goede Duitsers hebben ze. Ja. Nee, maar als je ziet dat mensen die in de Regionalliga spelen, dat die in de Eredivisie gewoon meekunnen, dat zegt wel iets over de breedte van de Duitse voetbal. Ja, maar moet wel contacten denken in Duitsland, wie weet dat zo werkt, weet je. En spelers die echt. Jan, jouw Heracles, althans de club uit jouw woonplek en natuurlijk de club waar jij heel lang hebt gewerkt in allerlei functies. Positief neem ik aan. Hè? Ja, nou ja, ik was daar natuurlijk. Ja. Zoals ik alle wedstrijden zie, niet alleen van hun. Maar het is wel zo dat het gewoon heel herkenbaar is wat ze doen. Ja. En als je ziet hoe ze spelen, hè, met een 4-3-3, heel duidelijk. En de spelers doen precies wat ze moeten doen in hun kracht. Ja. En de wissels zijn dan logisch. Ja, en dan zie je dat wat er kan gebeuren. Nou, Emma afgelopen weekend, die hebben 10 minuten aardig gespeeld, waren de eerste 10 minuten. En daarna, ze komen met 2-0 gewoon heel goed weg, want 5-6-0 was een normale uitslag geweest. Maar je ziet de verschillen, de rust die ze uitstralen. Spelers hebben, natuurlijk door de successen van de laatste weken, maar die club heeft gewoon een heel rustige achterban. Maken zich niet druk, spelen verzorgd voetbal op de kunstgras. Ja, en hebben een paar hele goede aankopen. Van de Water, die had ik de man van de wedstrijd gemaakt, man van Jan. Ja, die leeft op, alleen hij moet nog 90 minuten gaan spelen. Want hij speelt steeds 70, 80 minuten. Maar als je dan weer ziet hoe hij zeg maar de diepte zoekt, als je ziet hoe hij de voorzetten geeft. Dan is dat zijn de beste aankopen. Maar Dessers blijft scoren. Dat soort spelers. Nou, Koning staat gewoon op links buiten. En als er iemand gewisseld moet worden, nou, dan komen nou Seintje er weer in. Of Dos Santos komt erin. Ja. Gewoon op hun eigen positie. En de rest blijft gewoon staan. Rustig, goed, degelijk. Het hoeft ons geen zorgen te maken over Heracles. Complimenten. Amelo. We hebben een interland break. Hè? Ja. Er wordt over 2 weken pas weer gevoetbald in het betaalde voetbal. Alleen Go Ahead speelt, hè? Ja, Go Ahead. Wel? Ja, Almere uit. Die moet ook punten pakken, hè? Ja, want dat valt wel tegen. Punten, hè? Ja, man. Ja, de ploeg is minder dan vorig jaar. Het middenveld, met name het middenveld, maar ook Verheid voorop. En dat zijn nog allemaal spelers die ze nu niet kunnen brengen. Ja. Dus dat is wel een probleem. Ze hebben er een paar miljoen in gepompt. Een of andere investeerder zit er nu. Ja, maar goed, het komt er dus toch niet uit. Nog niet uit. Er is geen niveau gehaald, maar we hebben ook het Nederlands elftal donderdagavond thuis tegen Noord-Ierland. Wel een belangrijke wedstrijd. Ja. Die Noord-Ieren die wonnen in het begin alles. Achtervolging ingezet. En dan is de grote vraag, wie moet er op het middenveld naast Wijnaldum en Frenkie de Jong? Je zou zeggen, als Koeman vasthoudt aan zijn filosofie, zou dat de Roon moeten zijn. Maar Donny van der Beek staat te trappelen. Ja. Wat denk jij? Wat had jij gedaan? Ik hoop Donny van der Beek. Ja. Dat is duidelijk. Je hebt meer voetbal op middenveld, denk ik. Scorend vermogen? Ja, absoluut. Super, en hoe wil jij dan de constructie? Ja, ik zou dan in ieder geval met Wijnaldum toch wel als degene loper. De loper op het middenveld, zeg maar. En je kunt natuurlijk met Van Beek ook wel iets meer controleren spelen. Weet je. Ja, dat laat je nu wel zien. Kan die wel. Omschakeling erg goed. Ja. Weet je,
ja, functioneel topspeler. Je kunt hem eigenlijk niet topspeler. Kan overal spelen. 6, 8, 10. Je ziet hem geen rare dingen doen. Van den Beek is allround. Hij maakte bijna net zo'n mooie goal als Dennis Bergkamp, hè? Tegen Valencia. Dat was fantastisch. Maar ook die, ook, en, ja, precies, de stift en die bal van Tadic op die assist op die andere goal. Hè. Mm. Jan, hoe zou jij spelen? De Roon gewoon opstellen? Nee, kijk, ik heb van de week al vaker gezegd, ik zou me niet verbazen als hij voor Rakitic zou gaan naar Barcelona. Ja. Omdat hij dan is over zijn top heen en Van de Beek die komt eraan. Dus dat hij in de belangstelling van Madrid staat, maar ook, die jong zal ook niet gek zijn bij Barcelona, die zou zeggen, dat soort type spelers zijn het, die zonder bal, met bal, voor de ploeg willen werken. Maar hij is een jonge, hele talentvolle speler. Goh. En ik denk dat hij ook binnenkort de grote stap gaat maken. Dus ik zou hem in ieder geval opstellen. Ja, vorige week hadden we het even over Luc de Jong of Wout Weghorst. We kijken even het afgelopen seizoen, of afgelopen weekend pakken we er even bij. De Jong overigens wel geselecteerd en Weghorst viel weer af. Weghorst scoort voor Wolfsburg, de beslissende tegen Union Berlin. En Luc de Jong krijgt tegen Barcelona uit 3 kansen, mist alles. En ze gaan met 4-0 naar huis, op de Kloterdam in dit geval. Is dat het verschil? Je moet hem maken? Ja, tuurlijk toch. Frank, zo simpel is het. In de top is toch zo? 0 doelpunten in 12 wedstrijden. Ja. Bij PSV heeft hij natuurlijk goed gerendeerd, maar daarbuiten nergens. In de Mickey Mouse competitie. Ja. Ja. Dat is het ook. Dat is het grote verschil. Buiten de grenzen kan hij niet mee. Snap jij dan de redenering van Koeman dat hij dus Weghorst dan weer laat afvloeien, afvallen? Ik niet. En dan Weghorst, die mag weer, of althans, de Jong mag er weer bij komen. Ja. Ja. Maar goed, jij? Nee, natuurlijk jouw niet. Jouw mening? Maar ja, moeten we alles hierop noemen wat niet klopt? Ja, dat zijn er weer nog een paar weken. Ja, maar daar ben je ervoor. Nee, maar dan kunnen we wel een paar weken lullen hier. Ja, jongen. Daar hebben we even ingehuurd. Maar dan moet je een paar weken de geven. De mening over Weghorst. Ja, de mening over Weghorst is dat hij nu geselecteerd had moeten worden. Maar is zo krom als ik weet niet wat, man, natuurlijk. Maar ja. Het beleid. Ja. Nou goed, we gaan het zien. Nederland doet het goed. Even een voorspelling. Nederland, Noord-Ierland. Wat denk jij, Jan? Nou, de uitslag zag ik... In de Kuip? Ja, maar normaal gesproken is Nederland de favoriet. En dat hoop je natuurlijk als Nederlander. Maar ik denk dat ze voetballend gewoon beter zijn. Dus uitslag. Ik ga ervan uit 2-0. 2-0. 3-1. 3-0. 3-0. Frank, jij bent natuurlijk ook op maatschappelijk gebied met de voetbalschool belangrijk geweest de afgelopen jaren. En nog steeds. Voor kinderen, kansarme kinderen, zeg maar. Die vanuit moeilijke omstandigheden komen. Ja, we noemen dat ook wel kinderen uit de gezinnen met een kleine portemonnee eigenlijk. Ja. Kinderen inderdaad die niet op vakantie kunnen, daar hebben we een fonds voor opgericht een aantal jaren geleden. Het Vakantiefonds Twente. Ja. Verschillende goede partners bij gevonden, onder andere diverse gemeentes uit de regio. En meer dan 170 kinderen per jaar kunnen gratis meedoen aan onze camps. Die we op de universiteit houden en waar we niet alleen met kinderen gaan voetballen, maar ook zwemmen, boksen, tennissen, een kinderlab aanbieden. Dus een heel mooi programma in de zomerperiode. Mooi die goede doelen, René. Top. Als je dat kan doen, man, voor kinderen, is hartstikke leuk, joh. Ja. Maar Frank, ik heb trouwens gehoord, hè, in Lossen, als vaderdag is, dan komt er altijd bij jou een bus met allemaal kinderen erin. Die zwaaien dan allemaal voor de ramen. Papa, 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 hallo. Klopt dat? Is dat nee, leek me niet erin. Waarom? Nee, de andere bus. Het is wel die bus die bij René ook langs rijdt. Oh, dat is diezelfde bus? Ja, dezelfde bus. Oh, nee, bij René zou het een trein zijn. De Intercity. Transiberic Express. En denk ik, van heel Europa bedoel je. Mooi goed doel. Koester dat, hou dat zo. Ja. Dat was weer een aflevering van Voetbaltijd met Jan van Staat. Bedankt Jan. Graag gedaan. René Wagelaar en Frank. Ah, heel veel succes met de samenwerking met FC Twente. Dankjewel. Mooi dat je hier was. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Voetbaltijd. Tot dan.